Dus tot nu toe hebben we best wel wat instrumenten opgenomen. We hebben gitaar, drums opgenomen, bas. Dus eigenlijk wat we aan het doen zijn is geluiden verzamelen, ideetjes verzamelen. Kijk, ik ben muzikant, ik ben instrumentalist, dus ik heb wel een globaal idee van waar de akkoorden naartoe moeten. Maar in principe kan iedereen dit doen. Je kan gewoon je ideeën verzamelen die jij mooi vindt klinken. En daar kan je dan achteraf nog helemaal aan schaven en iets moois van maken. Dus dat is heel leuk aan dit proces. Het is heel spelende wijs. Dus wat mij leuk leek is om nog een gitaarlaagje op te nemen. En vaak wat ik dan doe als ik een track maak zoals dit, dan speel ik een rhythm guitar, dus maar iets ritmisch. En vaak speel ik iets wat een beetje meegaat met de bas. Dus ik dubbel het, maar niet letterlijk. Met een bepaalde feel, waardoor het rijker gaat klinken en iets meer variatie heeft. Dus dit is eigenlijk allemaal bedoeld om een track aan te kleden, om het wat meer body te geven. Dus ik ga sporen aanmaken voor de tweede gitaar. Ja, komt mooi binnen. En dan gaan we zien we vanzelf waar het schip strandt. Ik speel een tijd mee, dus ook dit is eigenlijk grotendeels weer geïmproviseerd. En dan kies ik het tofste stukje daarvan uit. Here we go. Nou, dit vind ik wel een tof gitaarloopje. En dan hebben we in principe alle ingrediënten om voor onze track. En dan is het nu eigenlijk het leukste moment, omdat nu ga je arrangeren, je gaat de geluiden, alle kanalen ga je afstellen. En ja, we gaan er gewoon een mooie track van maken nu. Dus in principe zijn alle basisingrediënten gereed.